750 jaar Loon op Zand is ongelooflijk veel dynamiek wat wij hier bereikt hebben. 750 jaar bestaan van de bestuurlijke eenheid, de heerlijkheid Loon op Zand, die in de Franse tijd een gemeente Loon op Zand is geworden. Maar we staan op diezelfde wortels van die bestuurlijke eenheid, die bundelrechten uit het verleden die een heerlijkheid heette en die bestuurd werd namens de hertog door een heer. En die heren van Loon op Zand hebben door de geschiedenis heen een hele belangrijke rol gespeeld. En morgen dan staat het historische kasteelfeest op de rol. Dan gaan we samen met de reenactors, met een heleboel acteurs en spelers en een sneltekenaar, een nar, een goochelaar, een heleboel stand-up comedians gaan we op het terrein van het landgoed Het Witte Kasteel en op de kasteelweide gaan wij weer heel veel mensen ontvangen. En dan gaan we drie dingen doen. We gaan zorgen dat we onze onderlinge verbondenheid laten zien. Dat we zien voor wat voor cultuur we met elkaar staan. En dat we ook een bloeiend bedrijfsleven hebben. En dat willen we ook graag een plaats hebben. Drie pijlers onder deze jubileumviering. Jullie gaan zo meteen beginnen met de kasteelwerken.